welkom op de open dag van de Associate Degree Accountancy bij de Rotterdam Academy. Ja, een Associate Degree, wat is dat nou eigenlijk? Nou, een Associate Degree is tweejarig HBO-onderwijs, praktijkgericht, en wij stomen jou in 2 jaar tijd klaar om in het werkveld aan de slag te gaan. Je kunt aan de slag als beginnend assistent accountant op een accountants- of administratiekantoor, bijvoorbeeld op de samenstelpraktijk, maar je kunt ook intern op een financiële afdeling aan de slag bij een bedrijf. Je komt bij ons gemiddeld 3 dagen in de week naar school, waarbij je werkt aan projecten en aan theorie. En als je dan na 2 jaar je diploma hebt, dan gaan de meeste studenten lekker aan het werk. En een klein deel van de studenten kiest er ook voor om door te studeren op de bachelor. En dan is er de mogelijkheid om in 2 jaar tijd je bachelordiploma te voltooien. Ja, en waar gaat die opleiding nou precies over? Nou, daarover vertelt mijn collega je meer. Dus ik gooi mijn rekenmachine over naar mijn collega en die vertelt verder. Dus een rekenmachine, want cijfers in onze opleiding zijn belangrijk. Vakken als bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie nemen ook een belangrijke plaats in de opleiding. Let op, alles is gerelateerd aan de praktijk. Wat houdt het in als je onderneming liquide is? Je onderneming moet voldoende geld hebben om alles te kunnen betalen. Je leert in de opleiding dus de inkomsten van het bedrijf af te stemmen op zijn uitgaven. Wat gebeurt er als de voorraad in je magazijn niet dezelfde waarde heeft als de voorraad op je balans? Jij moet het uitzoeken en jij moet advies geven. En dan is er nog zoiets als winst. Winst is eigenlijk opbrengst min kosten. Eigenaren die willen natuurlijk heel veel winst, maar dan komt de belasting, want over de winst betaal je winstbelasting. Daarom krijg je ook les in belastingrecht en in rechten. En daarvoor hebben we fiscalisten en juristen in huis. Maar die gebruiken vaak een wetbundel. En daarom draag ik eigenlijk het woord over aan mijn collega Timo Hommes. Ja, dankjewel mevrouw Dekker. En je hebt inderdaad helemaal gelijk. Als de commerciële winst is bepaald, dan komt de belasting om de hoek kijken. Moet je nou belasting betalen over de hele winst? Of zijn er nog bepaalde vrijstellingen waar je recht op hebt, waardoor je wat minder belasting hoeft te betalen? Daar wordt men over het algemeen wel blij van. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kosten die niet aftrekbaar zijn. Het zijn allemaal aspecten waar je rekening mee moet houden bij het indienen van je aangifte. Want je wil uiteindelijk een correcte en juiste aangifte indienen. Nou, tijdens de opleiding AD Accountancy krijg je een aantal belastingrechtvakken. Zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Het leuke is ook dat wij ook de theorie ook meteen toepassen in de praktijk. Tijdens het eerste jaar hebben we bijvoorbeeld in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam een programma waarbij we de aangiftes opstellen voor mensen met een laag inkomen. En zo zie je ook dat de theorie meteen wordt toegepast in de praktijk. Ik paas nu ook even meteen de bal door naar een student. Want wat is er nou leuker om ook te horen van de ervaringen van de student? Bedankt meneer Hommes. Ik ben Kelly, ik ben 22 jaar. Ik volg op dit moment de AD Accountancy op de Hogeschool Rotterdam. Ik heb hiervoor de opleiding MBO Financieel Administratief Medewerkster afgerond. Ik wilde graag nog doorstuderen, maar niet meer voor 4 jaar voor de bachelor. Daarom heb ik gekozen voor de AD Accountancy. Dat is een mooie oplossing voor 2 jaar. Mijn ervaring op dit moment op de Hogeschool Rotterdam is dat er erg prettige sfeer hangt. Met fijne docenten die erg praktijkgericht zijn. En daarnaast heb ik naast mijn studie nog genoeg vrije tijd voor onder andere het basketballen. Hallo, mijn naam is Martin van der Broek. Ik ben docent aan de hogeschool. En daarnaast ben ik accountant bij Rijksaccountants. Ik ben op ons accountskantoor van veel stagiaires op, van de AD Accountancy. Een prachtige opleiding waarbij je in het eerste jaar veel theorie op doet. En in het tweede jaar uiteindelijk door een stage zou kunnen lopen. Tijdens die stage leren we een jaarrekening opstellen en belastingaangifte opstellen. En laten we vooral zien hoe de klanten uiteindelijk tot zulke resultaten en desbods kunnen komen. De arbeidsmarkt is best goed te noemen. Er is veel plaats voor assistent-accountants. Er is veel uitstroom vanuit de accountantsberoepen. Wij zoeken nog genoeg assistent-accountants. Niet alleen wij, maar alle accountantskantoren krijgen we zelf in deze tijd. We willen graag jullie vertellen hoe dat we jaarrekeningen samenstellen. Hoe dat we samen met de klant uiteindelijk op kunnen trekken en kunnen zorgen dat we met een financieel dashboard weten hoe we ervoor staan. Ben jij klaar voor deze uitdaging om als assistent-accountant aan de slag te gaan bij de accountantskantoor? Maak je opleiding af, ga stage lopen en kom ons snel helpen.